Hey, tof dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Portret van. Dit keer een van de drie vrouwelijke kiepsters die Feyenoord Vrouwen 1 kent, namelijk Jasmijn de Groot. Jasmijn werd net na de UEFA Cup winst van Feyenoord geboren. Via SV Loosduinen ging ze naar ADO Den Haag vrouwen. En in 2021 werd ze samen met Jill en Jacinta een van de drie doelvrouwen van Feyenoord Vrouwen 1. Jasmijn, ik ben heel erg benieuwd. Hoe ben jij hier terechtgekomen? Ja, dat is een lang verhaal. Ik heb eerst bij ADO in de belofte gezeten. En toen dacht ik eigenlijk van ja, ik wil hoger op. Ja. Toen heb ik bij een paar clubs meegetraind in de Eredivisie. Ja, uiteindelijk was het, had ik bijna een deal met Excelsior. Dat is helaas niet doorgegaan toen. En toen zat ik eigenlijk de laatste week zonder club. Ja. En, spannend toen ging, ook. Ja, heel spannend. En toen ging een week voor de inschrijfdatum ging hier toch nog een keeper weg. Dus toen werd ik gebeld. Oh. Wil je toch nog komen? Oh, dus, dan heb je echt heel veel geluk gehad. Ja, ik was heel blij. Ja, kan ik me voorstellen. Want je zit dan echt op het puntje van je stoel van, ja, gaat dit grappig nog lukken? Ja, nee, ik was al één dag ingeschreven bij een amateurvereniging. Ja. Dus ik snel was weer gecanceld. Ik was blij toen ze belden. Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Je zei ook, ik wilde graag hoger op. Ik ben een beetje bij andere clubs gaan kijken. Waarom wilde je dat zo graag? Omdat ik bij ADO 4 jaar in hetzelfde team had gezeten. Ja. En voor mezelf gewoon een beetje verandering was wel fijn. Mm-hmm. En ik was toen 18. Dus ik dacht, ja, weet je, ik moet wel een keer stappen gaan maken. Dus ik ben nu bijna 20. En Eredivisie moet wel een beetje Nu gaan komen, ja. En merk je ook alweer groot verschil dat sinds je deze stap hebt gemaakt, dat je echt alweer nieuwe dingen hebt geleerd, eigenlijk wat je zocht, vind je dat hier? Ja, eigenlijk wel. Ik merk dat ik met de keeperstrainer John en van die andere meiden, dat ik echt wel andere dingen leer en dat de verandering goed is geweest. Ja, bedoel je met de andere meiden de andere keepsters? Ja. Kan je een voorbeeld geven? Ja. Wat ik bij John, de keeperstrainer, heel veel leer is gewoon zijn kleine dingetjes. Wat ik bij ADO minder meekreeg, leer ik hier wel. Ja. Dus dat is wel bijvoorbeeld hoe je dan net moet staan of dat je net die andere stap moet zetten of je lichaam net zo moet houden. Weet je, echt van die minuscule kleine handigheidjes. Ja. Dus dat is wel dat is wel fijn. Ik ben wel benieuwd. Ik denk dat jij wel van uitdaging houdt. Zeker. Ja? Oké, dan gaan we naar de challenge toe. Is goed. Nou Jasmijn, we staan nu bij de schaatsbaan van Rotterdam. Achter ons is het funpark en daar ligt onze challenge klaar. Maar voordat we die gaan doen, krijg je eerst even wat pittige vragen van me. Ja. Ben je er klaar voor? Ja. Oké, daar komt-ie. Als je de krachten van een dier zou kunnen overnemen, zodat je beter zou kunnen keepen, van welk dier zou dat dan zijn? Ja, dat is lastig. Misschien de katachtigheid van een leeuw of zo. Met goede klauwen. Ja. Fiets of scooter? Scooter. Ja, ga je overal naartoe op de scooter? Nou, ik heb nu een auto, maar voorheen ging ik wel op de scooter overal naartoe. Het is alleen een beetje naar Rotterdam, hè? Ja, een beetje wel, ja. Wie uit het team heeft de beste gameface? Ik denk Pia. Ja? Ja. Die kan wel stuur kijken. Ja, ja. En als je kijkt naar de belofte, welke speelster denk je dan dat er kans maakt om naar het eerste te gaan? Ik denk meerdere, sowieso. Waarom? Omdat er echt wel meiden zitten met goede kwaliteiten. Mm-hmm. En volgens mij moeten er 2 sowieso door. En ik denk als zij alles geven, dat zij wel kans maken. Ja, dat is wel belangrijk. Ja. Heb jij een beetje naar de Olympische Spelen gekeken? Ja. Ja? Ja. Dan ben ik heel benieuwd of je deze sport hebt gezien, want dat is de challenge. Oké. Okay. We'll be right back.
Nou, we gaan dus vandaag curlen. En hier is onze instructeur Lars. Hoi. Hi. Hoi. Hi. Wat gaan we doen? Hoeveel rondes? We gaan vandaag curlen. Ja. En een curlingwedstrijd heeft kleine stukjes. Een set van andere sporten. Maar bij curlen heet dat een end. Drie ends. Dus dat betekent dat elk team 4 stenen krijgt. Ja. Die straks om en om gegooid worden. Oké. Okay. Aan het eind gaan we kijken welk team er aan de andere kant het dichtst bij het midden van de cirkels ligt. Oftewel het dichtst bij de dolly. Oké. Okay. Dat team gaat de punten scoren. Duidelijk. Ik zal een beetje bezemen, want je moet er natuurlijk eigenlijk ook een bezemer hebben. Ik zal dat een beetje voor jullie doen, als het nodig is. Dat maar het gaat helemaal goed komen vandaag. Dat gaat gooien natuurlijk. Ja, dat is een beetje moeilijk. Nou, let's go. Oké, Jasmijn, jij mag beginnen. Ja. Dan ga ik eerst verdedigen. Nou, en succes. Jouw stenen eruit zwepen. Dat gaat niet lukken hoor. Nee. Twee blauwe stenen en één gele steen. En die blauwe van Jasmijn ligt echt precies heel dicht bij de dolly. Dus nu moet ik mijn stenen tegenaan rammen zodat ik win. Ja, please. Nou, dat heb ik dus precies gedaan. Nou, eens even kijken. Ik ben benieuwd. Ik ben er bang voor. Ja. Als ik zo kijk, dan denk ik jij. Ja, want dit is de dolly. Ja. Dus dan is dit de eerste. En dan moeten we kijken of die dichterbij is. En deze heeft net iets meer wit, volgens mij. Ja. Wat denk jij? Ja, denk het ook. Bedankt voor het spelen. Gelukkig heb je afgelopen weekend gewonnen. Precies. Steek jij die in je zak, steek ik die in je zak. Ja, inderdaad. Doen we. Nou, deze had ik wel nodig voor de tussenstand, kan ik je vertellen. Okay, nou, die kan je nu zien. Ik gun hem je dan. Thanks. Nou. Ik vond het in ieder geval leuk om te spelen. Ik ook. Yes, dat was het portret van Jasmijn. Thanks voor vandaag. Vond je het leuk? Ja, was gezellig. Mooi, ik vond het ook leuk. Ja. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Als dat zo is, doe natuurlijk even je duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En dan zien we je de volgende keer weer. Doei!